Gisteren Spanje verslagen. Spanje de nummer 41 op de wereldranglijst. Bulgarije staat 39ste op die wereldranglijst. Nederland is 13e. We zijn in het noorden van Italië in Busto Arsizio. In Lombardije. Waar Nederland dus nu een voorsprong heeft van 4 punten tegen Bulgarije. Grotius zet up naar de andere kant. Het gaat allemaal goed. Nu dan Dijkema. Die zouden wat beters mee moeten doen. Oei, de middenbal lag ook niet helemaal lekker voor Caroline Wensink. Grotius opnieuw. Dijkema achterover nu. Manon Vlier in het blok. Dijkema redt die bal nog. Maar dan is er gefloten. Nou, er is gefloten voor een fout. Een technische fout bij de Bulgaren. Of wordt het net geraakt? Ja, het net wordt geraakt. Met de arm, met de onderarm. Dat is goed te zien op dit beeld. En dus een terechte beslissing ook van scheidsrechter Bjelić. Nederland is nu bezig aan een reeks van 7 punten op rij. Het stond 7-7, nu 14-8. De bal geraakt door het blok, niet meer te verdedigen in het achterveld door Debbie Stam. Maar goed, de punten zijn gescoord, het verschil is gemaakt. En Nederland heeft nog altijd een comfortabele voorsprong op dit moment natuurlijk. En een ace. Ja, dit betekent wel het derde punt op rij. Merkwaardig slot in deze eerste set. 3 punten op rij voor Oranje. Dan denk je met 21-16 niks aan de hand. Maar nu is het plotseling, dankzij een serie van 3 van de Bulgaren, weer 21-19. Ja, die bal gaat vol in het blok. Wensink met de omloopbal. Niet succesvol. 21-20. Met nu mentaal natuurlijk het voordeel van de Bulgaren. Die gelukkig de bal uitslaan. Ze kan het zelf niet geloven, Radjeva. Zo maakt Nederland het zichzelf onnodig moeilijk in de slotfase van de eerste set. Dit is wel een goed blok. Bal weer naar links voor. Wordt daar verdedigd door Ingrid Visser. Dijkema, lastige setup. Daar is Maret Grotius. Tactische bal. En oeh, die was uitgegaan. Die bal was uitgegaan. Toch gepakt, dus moet Grotius het opnieuw doen. Goed verdedigd, zegt door Ingrid Visser. Wat een rally. Grotius, derde kans. Bal nog niet op de vloer. Grotius, en dan is het punt toch weer voor Bulgarije na een waanzinnig mooie rally. Nikolova. Oh, die serveert uit. Bulgarije heeft ook nu moeite met de druk. En dus het eerste setpoint voor Nederland. Francine Huurman nu in de ploeg. Dijkema eruit, dat betekent dat de blokkering wordt versterkt. En dat Nederland die bal eigenlijk niet meer terug wil zien. Ja, die tactiek werkt dus niet. Bal doorgetikt door de spelverdeelster, Tibarneva. En het punt, een prachtige omloopbal. En daarmee de eerste set voor Nederland. Caroline Wensink. Zo, daar wordt mevrouw Vasileva eventjes afgeblokt. Prima blokken ja, van Wensink en Vlier. Daar krijg je echt wel een kick van als dit allemaal gewoon lukt. Al op de handen van Manon Vlier. En Nederland op 14-9. Het is weer een mindere fase van Bulgarije waarin Oranje moet doordrukken. Dijken maar bal naar de buitenkant. Maret Grotius, te voorzichtig. Kon er ook niet echt lekker bij. Dan staat daar Debbie Stam op de goede plek. Zet hem achterover naar Manon Vlier. Ah, dit is goed volleybal hoor. Nu het punt nog binnenhalen. En dat
Is nog steeds niet gebeurd. Bal uitstekend in de rally gehouden. Bal geraakt door het blok. Weer verdedigd door Ingrid Visser. En dan is het punt voor Bulgarije. Wat een rally, zeg dat wel. Bij ons stond 14-10 voor. Het verschil was dus 4. Het is nu nog maar 1 punt. 15-14. Vlier. Ja, dan is dit het enige juiste antwoord. En een blok erbij. Ja, dit is knap hoor. Dit is knap. En dit is goed wat Nederland laat zien. 24-16, daar komen weer setpoints aan voor Nederland. Met nog altijd Laura Dijkema aan service. En een goed blok. Bal nog wel in de rally. Maar hier kan ook aanvallend weinig mee. Bal wordt uitgeslagen. Nou, hij is nog door het blok geraakt. Maar hier komt de tweede setpoint. Oh, bal niet lekker. Dijkema kan er niet bij. Manon Vlier. En Ingrid Visser. Die het dan heel knap afmaakt aan het net. Maar wordt ze dan afgefloten? Nee toch? Natuurlijk niet. Het was alert. Niet goed, maar wel alert wat Ingrid Visser hier doet. En zo gaat de tweede set ook naar Nederland. Goede service is nu belangrijk. En dat kan met Manon Vlier. En dit is een goede service hoor. Ja, als je hem zo terug om je oren krijgt, die Filipova. Prima punt hoor voor Bulgarije. Manon Vlier met het antwoord. Maar die bal wordt wel verdedigd. Dan is daar een goed blok. Maar nog geen punt voor Oranje. Weer een goed remmend blok. Nu de aanval Dijkema. Omloopbal. Daar is Wensink. Die scoort het punt niet. Herkansing. Nu rustig uitspelen. De doortikbal. Ja, dat zien we voor het eerst vandaag. Maar wel op een uitstekend moment. En nu komt Nederland terug in de set. Want het verschil was al een tijdje 3. Nederland komt nu terug tot 17-16. Stam zoekt daar de Bulgaarse libero op. Die toevallig een goede paas in huis heeft. Visser. Bal goed verdedigd door Debbie Stam weer. Bal naar de buitenkant. Manon Vlier via het blok. Ja. In de cruciale fase van de derde set scoort Manon Vlier hier een belangrijk punt. Want Nederland nu weer op voorsprong, 20-19. Fantine, goed opgelet. Manon Vlier, tactische bal en opnieuw een punt. De side-out maken zoals het zo mooi heet. Dus nu het punt scoren op de service van de tegenstander, want je hebt... als eerste de kans om aan te vallen. Manon Vlier laat hier zien wat we daarmee bedoelen. Zij scoort de 24-22 en dus 2 matchpoints nu voor Nederland. Niet te verdedigen door Rabatsheva. Het eerste matchpoint met waarschijnlijk meteen een service vol risico. Nee, het is een voorzichtige van Manon Vlier. En dan wordt die bal in of uitgeslagen. Hij wordt ingegeven. Nou, Nikolova met wat risico hoor. Er staat nog 1 matchpoint open voor Oranje. Met Dijkema die de bal doortikt. Ah, die wordt verdedigd. Dijkema nu set-up naar de buitenkant. Daar is Shaheen Stalens. Het zou wat zijn. Het zou wat zijn. Als zij de winnende bal binnenslaat. En ze doet het. Uitgerekend Shaheen Stalens. Niet helemaal fit. In de ploeg gebracht om die laatste punten te scoren. Maar ze kreeg maar geen bal. Tot aan dit moment. En dan maakt Shaheen Stalens het keurig af. Ondanks het tweemansblok scoort zij de 25-23. En wint Nederland dus opnieuw op dit EK. En doet het opnieuw met overtuigende cijfers. 3-0 in sets.